Het ministerie van Binnenlandse Zaken start maandag met een online registratie voor ambtenaren die overheidsbreed wordt uitgevoerd. In oktober begon BISA-minister Bronte Somaharjo met het registreren van zijn ambtenaren in 4 categorieën. Deze registratie leverde ruim 5000 ambtenaren op. Maar in verband met COVID gaan we het eerst online doen. Een heel mooi systeem hebben we opgezet. Dat je als ambtenaar dat je vanuit je computer kan registreren. Zodat wij ook weten wat jouw rechtspositie is. Ik raad de mensen wel aan om dat te doen. Want het is handig voor hun als ze misschien in de toekomst bezoldiging moeten krijgen. Dat sneller wordt verwerkt. En dan vanaf 1 december willen we dan naar de districten gaan. Om daar ook te registreren. En wanneer het dan klaar is, gaan we alle data verwerken. En dan gaan we precies weten hoeveel mensen er zijn. Zijn er 50.000 ambtenaren? Zijn er 60.000 ambtenaren? Wie is inactief? Wie moet er nog geld krijgen? Wat ik al eerder heb gezegd, wij willen een overheid die gebaseerd is op data. Minister Bronte Somaharjo van Binnenlandse Zaken in een interview met onze nieuwsdienst. Hij laat weten dat van de 5000 ambtenaren die zich hebben laten registreren, 200 nog geen loon ontvangt. Het overgrootste deel van de geregistreerde ambtenaren heeft geen werkplek.